De nummer 17 tegen de nummer 15. Een verschil van 6 punten. Bovendien de twee ploegen in de Eredivisie die het langst op een zegen wachten. Groningen al 11 wedstrijden. Excelsior inmiddels 5 wedstrijden. En een cruciale wedstrijd in de strijd tegen degradatie. Zeker voor de thuisploeg voor FC Groningen. Dezelfde opstelling als vorige week tegen Emmen. Dus opnieuw Tijmen Blokzijl centraal achterin. Hij is jarig vandaag, wordt 18. Won nog niet sinds hij meedoet in het eerste elftal. Dat geldt ook voor de trainer, voor Dennis van der Ree. Jetro Willems voor het eerst bij de selectie. Meta. Geprikkeld misschien wel, die linksback door de komst van Jetro Willems. Het is een aardige pasen en Peppi met de voorzet. Klaarleggen, Soeslof. Is die bal dan nog aangeraakt door iemand van Excelsior? Nee, dan was het geen heel best schot van Thomas Soeslof. Mooie beweging van Isaac Mata. Balletje van Peppi en dan niet heel overtuigend geschoten, wel met zijn verkeerde been natuurlijk. Van Gelderen. En Soeslof die oppikt. Ruimte voor Manu. Goed gedaan. Via Hoven nu in Randoest. Wat ruimte voor Groningen. Ja, slim balletje. Hoven. Goeie goal zeg. Van Groningen, maar van Johan Hoven in het bijzonder. Zijn tweede scoorde ook al tegen Volendam. Slim balletje van Irandoest in Hoven die zelf al deel had genomen aan de opbouw van die aanval. Doorgelopen. Uitstekend afgemaakt. De bal een beetje onder zich. Knap geschoten. 1-0 Groningen. Van Gelderen. In de weg bij Soeslof. Soeslof herovert de bal snel zelf. Hij komt daaruit. Krijgt de bal ook richting de tweede paal, maar daar is Van Gassel. Daar is Balker, Blokzijl en Irandoest. Naar de grond, niks zegt Makkeli. Nou, er komt nog een kans aan voor Manu. Controle is goed. De redding van Gassel. Manu. Ja, bal nog steeds binnen, krijgt hem voor. Irandoest. En nu iedereen naar Makkeli toe. Althans, iedereen van Groningen. Is gecheckt, zegt Makkeli. Geen penalty. Bovendien kwam deze kans eruit voor Elvis Manu. Walker, handige beweging. Daarmee is hij Azarkan kwijt. Stuurt Peppi weg. Moeilijke hoek, Peppi en Van Gassel met de voet. Soeslof. Soeslof, daar is Peppi en Van Gassel nogmaals. Eerst die actie van Balker. Peppi de diepte ingestuurd, dan is de hoek lastig voor Peppi. Maar een paar tellen later, van dichtbij, Peppi opnieuw niet langs de keeper van Excelsior. Hoven kan er net niet bij. Ja, kan deze wel oppikken. Goeie bal, Peppi en Van Gassel. Die voor de derde keer in deze eerste helft een doelpunt van Ricardo Peppi voorkomt. Geweldige voorzet van Hoven. Knap gekopt nog.
nog altijd. Ja, dat is een goede bal. En daar is de vrije doortocht voor Koopmeiners. Wat een sliding van Gelderen. Die dat ook wel kan doen, omdat Koopmeiners lang wacht en lang twijfelt misschien wel. Goede ingreep van Liam van Gelderen. Goede corner en een gekoekkans. Er zit wel wat meer drang naar voren bij Excelsior in de tweede helft. Dat is een goede bal naar Peppi van de Randoest. Peppi, 2-0. Een paar minuten lang probeert Excelsior aan te vallen. En met één counter, met één geweldige lange bal van Daleo Irandus, wordt Peppi gelanceerd. Dan moet hij nog wel wat doen, maar dat kan hij wel. Nou, deze bal is echt goed van Irandus. Seymour verrast. Moet dan achter Peppi aan, wordt makkelijk uitgekapt. En nadat hij in de eerste helft drie keer Van Gassel op zijn platform scoort, Ricardo Peppi nu wel. Net als vorige week. Dan maakt hij nummer 9 van het seizoen. Met de nederlaag wordt Excelsior volledig in de degradatiestrijd gezogen. Irandust. Manu. Ja. Had hij toch ineens vrij voor zijn rechter. Ja, of is Manu. Stevige ingreep van Hoven, maar ver, zegt Makkeli. Dan is daar Peppi. Excelsior weet niet waar het moet zoeken momenteel. Stevige tackle van Hoven, maar de bal. En dan Peppi, die alle tijd heeft om die hoek uit te kiezen. Net niet scherp genoeg geschoten. Daar is Jetro Willems. Gaat zijn debuut maken voor Groningen. Omdat hij eerder voor Sparta PSV speelde in de Eredivisie. Van Gelderen. Hij krijgt hem mee en dan is het 3-0. Iedereen boos op elkaar bij Excelsior. Maar Van Gelderen en Groningen hebben daar maling aan. Zijn eerste. Seymour die bal tegen Van Gelderen aanschiet en dan keurig afgemaakt. Maar dramatisch verdedigd natuurlijk. Seymour is die bal helemaal kwijt. Daarvoor ging het ook al mis bij het uitverdedigen. Hij maakt het wel lekker af. Liam Van Gelderen met zijn chocoladebeen. Het is afgelopen. Groningen wint met 3-0 van Excelsior en wint zodoende voor de eerste keer onder Van der Rey. En bovendien voor het eerst sinds eind oktober. Toen van PSV. Dat was geen directe concurrent. Dat is Excelsior zeker na vandaag wel. Want eens te meer blijkt hoe boven het is gesteld. Met vooral de aanvallende kracht van de ploeg van Dijkhuizen. Geen enkel schot op doel hier in Groningen na de 0-3 in eigen huis tegen NEC. Nu dus dezelfde cijfers in Groningen. Dat Excelsior tot op 3 punten nadert